Dag Paul. En ja, vandaag is iets helemaal anders. Op stap met een Italiaan, niet zomaar een Italiaan, 488 GTB. Weet je, ja, altijd een droom om in een Ferrari te rijden. Dus hier zijn we dan. En ja, waanzinnig cool, hè Paul? Voor mij was Ferrari zo'n merk wat een beetje... Want ik heb nog nooit in een Ferrari gezeten of gereden. Het is de eerste keer dat ik in een rij. En ik dacht vroeger altijd dat dat zo'n beetje voor posers was. En ja, mensen met meer geld dan autoliefde. Maar nu dat ik ermee gereden heb, snap ik het wel volledig. Het rijden is fenomenaal goed, hè? Het is echt een rijdersauto. Ja, ja. Het geeft superveel sensatie. Heel veel vertrouwen. Je zit direct op je gemak. Je doet direct dingen die eigenlijk niet zouden mogen. En je komt ermee weg en hij rijdt superleuk. GTB. Ferrari is teruggegaan naar de traditie die ze hadden voor hun V12 motoren, namelijk de naam van de wagen, de 488, komt overeen met de cilinderinhoud per cilinder. Ja, vroeger was het de totale cilinderinhoud. Ja, dat dus ze dat namen. Hè? De voorganger hiervan, eigenlijk is dit een facelift van de 458. Ja. De 458 was een 4,5 liter van een V8, ja, vandaar inderdaad. Kwam die naam. En toch hebben ze dan daarna, want dit is dan opnieuw gefacelift naar een F8 Tributo. Daar hebben ze dan die naam gegeven. Dan hebben ze volledig iets anders, dus. Ja, dan hebben ze iets volledig anders gepakt, inderdaad. Het is nog niet zo erg als bij Audi, maar het is wel... Ja, maar op zich, het is wel speciaal om terug in een Ferrari te zitten met sowieso middenmotor, maar dan toch iets met twee turbo's. Nu wel vandaag mijn ander idee dan vroeger, want met een F40 was dat gewoon... verschrikkelijk veel meer vermogen erbij en een power in dat spel. Het grootste verschil met een F40, niet dat ik daarin heb gezeten of mee gereden heb, maar als je ziet wat mensen daarover zeggen en als je filmpjes ziet van de refrange, dat is zo niks en dan, en dan boost gaan, en bam. Ja. En dit is van onder in de toeren en dat trekt en dat blijft trekken. Ja, tot op het einde. Ja. De 0 tot 100 is 3 seconden. Ook al snel genoeg. Dat is extreem snel, maar dat vind ik niet het meest indrukwekkende eraan. Ik vind de 0 tot 200 is in 8,3 seconden. Ja. Dat is echt... Ja. Dat is echt heel snel. Ten opzichte van de 458 is er veel meer aero. Je hebt 325 kilo downforce, 50% meer dan in de vorige. Dat is eigenlijk alsof het er, als je op snelheid door een bocht gaat, alsof het er 4 man op je auto staan voor een neer te houden. Ja, maar dat is wat het is. Dus. Ja, en die versnellingsbak ook ongelooflijk snel. Hè. Voor een dubbele koppeling te zijn is dat echt wel heel indrukwekkend. En je voelt er niks van. Het is gewoon instant, tik, tik, tik. Hij gaat erdoor alsof het niks is. Hè. Het schakelt onmiddellijk op en af. Het maakt niet uit. Je wilt schakelen, je tikt, hij doet het. Doe het, hè. Ik vind wel, als je in acceleratie geeft, dan wel een klein lempje. Als je vol acceleratie doet en je schakelt, dan voel je hem wel. Een knal, ja. En dat doet een MDKG doet dat niet. Ja. Je voelt er niks van, dat is gewoon zacht. Maar ik vind dat ook weer meer sensatie geeft. Ook zoiets dat ik heel leuk vind aan het interieur van een auto. Ik heb het gevoel dat ik in een heel ruime auto zit. Alles is open hier in het midden. Vanachter ook. Nog, ik weet niet hoeveel bagageruimte. En de zichtbaarheid is heel goed. Je ziet alles rondom je. Je ziet heel veel voor je. Ziet ook mooie neus. Ja. Ook altijd handig. Het enige wat je niet hebt is als je naar achteren kijkt. Oké, ja, je ziet wel, maar ik moet mij een beetje bukken. Yeah. Omdat dit stukje hier dat is een beetje wat te laag komt. Maar anderzijds, je ziet je motor. Je ziet mooi je motor, dus dat is het enige. En als je aan het gaan bent, moet je toch niet achter je kijken of er iemand aankomt. De kans dat ze hiermee gaan voorbijsteken is... Dat zal het blauwe licht te zijn, maar anders... Ja, dan heb je een probleem. Ja, dat is goed. Dat hard, is het zo. Die push in je rug die blijft gaan. Fuck man, dat is snel. En wat misschien een beetje een gimmick is, maar wat ik er wel heel fijn aan vind, is dat je hier op je dash
als passagier dan ook kunt meekijken. Funky, hè? Ja, je ziet dan die toeren gaan, je ziet je snelheid. Je hebt dan nog wat andere instellingen erop, maar ja, dit is wat je nodig hebt. Ja, dat is gewoon als je op de autobaan zit en je zit op je computer bezig, kun je zien van, ah, oké, okay, ja, het kantoor heeft nu 300 per uur. Ja, ja oké, okay, check. En ook zoiets dat Ferrari echt wel charmeert, vind ik. Vooraan in de kofferruimte. Allee, ben deze nu vooraan bij de Portofino, ja, of zoiets, zit dan achter. Hangt zo'n heel schoon plaatje met alle opties van je auto. Ja, dat vind ik echt wel heel cool. Dus kleuren, maar ook gewoon alle uitrusting dat erop zit. Dus tot aan Apple CarPlay. Ja, en dan weet je ook gewoon, als je ooit een Ferrari door de hand koopt of zoiets, en misschien al een model al wat langer van de markt is, weet je gewoon van, ah ja, dat zat er standaard op toen dat hij van de fabriek kwam. En ja, dat is echt leuke historiek van een auto. En het leuke eraan is, jullie kunnen deze ook allemaal ervaren. Echt waar? Hoe doen we dat erop? Ah wel, je kunt je auto dus gewoon huren. Maar. Ja, via Unique Cars heb je de mogelijkheid om de wagen te huren. Dus als je inderdaad zegt van, ik heb nog nooit met een Ferrari, het is mijn droom, ik wil dat gewoon iets doen. Of je wil de weekend weg of zoiets aan de Alpen gaan knallen. Ja, dan kan dat gewoon. Ja. Dus enkel nog de vrouw te overtuigen of de kameraad dat meesponsort. Maar ja. En de centen hebben. Voilà. Maar de droom is er en het kan. Dus. Ja. Ik ben niet commercieel aangelegd, dus ik heb geen zin om daar reclame voor te maken. Maar ik zou het eigenlijk wel doen. Want het is wel cool. Het is zo'n unieke ervaring. Het is cool. Dus zeker doen. Zeker een keer gaan kijken op de website. En ja, wie weet. We hebben even met de Ferrari gereden. We zitten nu terug in de Alpina van Paul. Ja, reacties over de 488. Ja, gekkigheid eigenlijk. Echt een ding, jong. Absurd. Absurd, maar wel nog. Allee, het is super snel, maar het voelt niet te snel aan. Het is ongelooflijk goed te controleren, ook gewoon super voorspelbaar. Ja. Je voelt echt één met je auto. Ja. Je gaat daarin zitten en na 5 minuten is dat gewoon zo van, ja, alsof je die auto al 10 jaar hebt, om zo te zeggen. Voelt heel vertrouwd aan. Qua looks van de 488 ben ik nog altijd niet overtuigd. Poep is heel mooi. Voorkant heb ik zoiets van, ik weet het niet. Ik ben altijd zo aan een twijfelgeval. Ja, maar eens dat je van binnen zit en je begint te rijden, ben je echt op slag verliefd en wil je gewoon niet meer uitstappen. Ik vind de balans die erin zit, oké, dat is normaal voor de middenmotor, maar allez, hij heeft heel veel grip en hij zit zo de hele tijd te dansen op die limiet tussen grip en geen grip. En dat maakt hem super leuk om mee te rijden. Ja. Hij geeft heel veel vertrouwen, hij is super, super snel. Hij is veel te snel dan wat je nodig hebt, maar ja, niet beangstigend snel. Ja, super wagen. Echt top. Ja, absoluut. Dus ja, kijk, ja, voor iemand dat geen Ferrari-fan was, of dat er toch een bepaalde mening over had, om nu eens zo holy shit te gaan. Ja, ik... Ja, dat is echt genoeg, hè. Ik snap het volledig. En als ik 250 of 300.000 euro aan een auto te besteden had, ik zou waarschijnlijk voor zoiets gaan. Ja. Kijk, ik zie wel. Ja. Alright, okay. Kijk, ik zie wel. Bedankt voor het kijken. Wij zijn alvast fan van de Ferrari 488. En ja, tot de volgende video waarschijnlijk. Goed, alright. Tot nu. Jojo, tadaa.